Goedemorgen allemaal en welkom bij dit webinar van Teamleader en Work Smarter. Er is buiten een virale bom ontploft, dat is jullie wellicht niet ontgaan. En die heeft ook haar invloed op de jobmarkt. Maar welke invloed juist en hoe kan je in deze gekke tijden nog volk gaan aantrekken? Alexandre en Gauthier van Tomorrow.be zijn vandaag bij ons om jullie daar alles over te vertellen. Dus ik ga mezelf naar de achtergrond begeven en het woord zo meteen aan hen geven. Eén kleine opmerking nog. Vragen worden achteraf behandeld en jullie kunnen die tussendoor stellen via de chat-tab of de vragen-tab rechts. Gauthier en Alexander, ik scheer me weg. Goedemorgen iedereen. Bedankt om aanwezig te zijn op ons webinar. Bedankt ook aan Robin voor de introductie. Vandaag gaan we het inderdaad hebben over ja, wat nu met recrutering. Ja, we zitten in een bizarre tijd. Heel veel bedrijven gaan in overlevingsmodus. Er worden veel mensen op technisch of economisch werkloos gezet. Mensen speculeren over de arbeidsmarkt. Mensen weten niet welke richting het gaat uitgaan. Dus wij hebben dan ook in het begin van de coronacrisis de vinger aan de pols gehouden en een enquête gelanceerd wat effectief de impact is van COVID-19 op recruteringsstrategie en employer branding. We gaan dan ook deze resultaten met jullie delen, maar ik ga even kort onszelf, dus Alexander, oprichters van Tomorrow.be. Wij zijn een recruitment marketing agency, dus wat doen wij? De naam zegt het zelf. Wij gaan eigenlijk marketing gaan toepassen in recruteringsstrategie. Wij focussen voornamelijk op videomarketing. Waarom? Heel veel kandidaten zitten met twee grote vragen als ze solliciteren bij wie en in welke omgeving ze terechtkomen. En daar bieden wij een antwoord op. We hebben achtergrond in recrutering. We hebben eigenlijk ja, honderden kandidaten geholpen in een zoektocht in het verleden, waar wij zagen dat heel veel mensen eigenlijk wat op hun honger zitten met de traditionele vacatures. En wij bieden een oplossing via video om dus bedrijven te helpen talent aan te trekken en te behouden. Wat gaan we vandaag bespreken? Gauthier gaat in op eigenlijk de helikopterview van de huidige vacaturemarkt. Er wordt veel gespeculeerd, maar ja, hoe ziet de markt er nu effectief uit op vandaag? We gaan in op de jobmobiliteit en dan gaan we eigenlijk verder gaan inzoomen op de digitale kanalen binnen recrutering, het belang van employer branding en wat effectief de impact van corona is op de strategie van bedrijven en employer branding. Concrete tips voor recruitment marketing en videomarketing om jullie daarbij te helpen. Onze enquête werd gelanceerd en heeft ondertussen 100-tal bedrijven binnen Vlaanderen bereikt. Dat gaat van een 30% start- en scale-ups naar eigenlijk heel wat KMO's en iets grotere bedrijven. Dus ik geef nu het woord aan Gauthier die van start gaat met het overzicht van de vacaturemarkt. Goedemorgen iedereen en dankjewel Alexander voor, en ook Robin uiteraard voor de intro. Ik ga van start gaan met de vraag van is het nu al het juiste moment om te recruteren? Het is een vraag dat we eigenlijk niet echt eenduidig kunnen beantwoorden. Momenteel speelt er ook heel wat in het hoofd van werkgevers. En zullen sommigen, of toch de meesten, de voorbije weken eerder nagedacht hebben over het al dan niet technisch werkloos zetten of zelf ontslaan van personeel, dan het aantrekken van personeel. Nu merken we wel, er is een versoepeling van de maatregelen en bedrijven zijn aan het heropstarten. Dus we krijgen ook wel meer en meer de vraag van, ja, moeten we nu nog afwachten? Hoe gaan we recrutering aanpakken? Is dit wel het juiste moment? Sowieso had je ook heel wat bedrijven die pre-corona vacatures hadden gelanceerd of op vandaag key vacatures hebben dat ze moeten invullen. En dus die vraag blijft er sowieso wel. Om eigenlijk daar een antwoord op te kunnen geven van hoe ga je gaan recruteren in een crisissituatie, zou ik even willen teruggaan naar de crisis van 2008. En er is toen uit een onderzoek gebleken van McKinsey, de heel gekende strategy consultant, waarin dat ze rondvragen hebben gedaan bij CEO's.
Als we moesten terugkijken naar de economische crisis op het vlak van recrutering, welke lessen zij daar kunnen of konden uittrekken? En wat bleek? Het was eigenlijk zagen zij het als een ideaal moment om talent aan te trekken. Je hebt misschien de voorbije maanden kandidaten ontmoet die op dat moment niet van schiks waren of toch niet durven de stap te zetten naar een volgende job, maar dat op vandaag wel zouden doen, omdat ze misschien werkzaam zijn in een onderneming die op vandaag minder stabiel is. Als we kijken naar wat kandidaten op vandaag echt willen, dat is stabiliteit en zekerheid. Nu, wat mogen we zeker ook niet vergeten, de war for talent zal ook blijven bestaan. Dus blijf zeker inzetten op die recrutering. Ik wil jullie ook even meegeven naar de vertegenwoordiging van de verschillende sectoren in onze bevraging. Zo zie je dat het merendeel zich wel situeert in dienstverlening en productie. Ik denk dat dat ook niet heel onlogisch is, omdat dat ook wel bedrijven waren die van op afstand actief zijn gebleven tijdens de lockdown. Dat is ook goed om mee te geven naar het verder verloop van de webinar, als we jullie de resultaten meegeven, dat jullie kunnen zien in welke sector dit zich allemaal situeert. Nu, als we even kijken naar de vacaturemarkt zelf, hebben we ook enkele bronnen geraadpleegd. Hier zie je een grafiek eigenlijk van Arvasta, dat is vanuit de overheid, en dat is ook waarop dat zij hun conclusies baseren. Dan zie je, ja, er is al een enorme daling geweest in april. Je moet zeker rekening houden dat dat zijn tussen de 250.000 en 300.000 vacatures. Zij kijken altijd naar een 12 maanden overzicht. Dus er zitten eigenlijk nog 11 goede maanden ook in bevat. Dus die dalende trend zal wel blijven, tot wanneer we terug op een normaliserende niveau komen. Op vandaag is er nog wat vingerdik kijken. We zijn zeker, iedereen is aan het afwachten hoe dat de markt zal evolueren. En ook in welke mate dat bedrijven waarop weer volop vertrouwen hebben om aan de slag te gaan. Maar als we iets meer in detail kijken, kunnen we wel zien op een weekbasis dat er wel steeds een daling en een piek is van het aantal nieuwe unieke vacatures. Je kan heel sterk zien dat voorbije week, tussen week 17 en 20, was er terug een daling. Vanaf week 20, dat was de week waarin dat terug toegelaten was om retailzaken open te doen, als ook dat er versoepeling was om mensen op kantoor te laten komen, zag je terug een piek in vacatures. Wat houdt dat in? Dat wil eigenlijk zeggen dat heel wat bedrijven toch wel met enkele vacatures zaten die ze toch nog wensen te lanceren. Veelal zal dat besloten geweest zijn pre-corona. Nu ze terug de business oppakken, hebben ze deze vacatures terug gelanceerd. Nu, als we kijken naar wat eigenlijk de cijfers zijn die gisterenavond nog gepubliceerd zijn, zagen we onmiddellijk terug een daling. Dat is te verklaren omdat de vacatures, zoals ik zei, die gelanceerd zijn, waren meestal ofwel hoogdringend of al voor het corona crisis besloten om te lanceren en die echt wel dienen ingevuld te worden. Maar verder wachten we af. En dat eigenlijk hebben we ook bevraagd, en dat is wat dat de respondenten hebben aangegeven. 36% hanteert een aanwervingsstop, wat heel logisch is, bedrijven wachten af. Heel wat US-companies tevens hebben ook onmiddellijk een hiring freeze ingezet naar meer het einde van het jaar toe. Nu, die vacatures, uit de bevraging bleek wel, die staan nog open, maar ze gaan niet overgaan tot een aanwerving, tot er meer zekerheid is. Maakt wel dat je vandaag een talentenpool kan opbouwen. Verrassend en toch wel positief, toch een 34% heeft aan bijna of geen impact te hebben op het vlak van openstaande vacatures en gaan wel nog over tot een aanwerving. En 10% geeft aan dat de vraag naar personeel stijgt. Nu, dit zal voornamelijk zijn
in die essentiële sectoren die net eigenlijk echt een increase hebben in de personeelsvraag. Nu, een heel belangrijk gegeven als we kijken naar de kandidatenmarkt en naar de vacaturemarkt, hoe ga je die gaan invullen? Dan moet je gaan kijken naar de jobmobiliteit. Acerta heeft een onderzoek gedaan naar de jobmobiliteit op vandaag en wat we hier mogen verwachten. En de jobmobiliteit geeft aan in welke mate mensen bereid zijn om te veranderen van werk. En hier kunnen we toch enkele belangrijke zaken meenemen. Slechts 10% zegt actief, van de bevraagden zegt actief op zoek te zijn naar een andere job. We weten dat dat in 2019 12% was en dat was toen al een historisch laag percentage. Waar vorig jaar nog 62% van de werknemers jobopportuniteiten in de gaten hield, ook al was hij of zij niet actief op zoek, is dat vandaag gedaald naar 50%. En het bleek zelf dat 65% van de bevraagden de voorbije 6 maanden geen enkele keer op een vacature heeft gereageerd, wat 12% meer is dan vorig jaar. Zo zie je wel dat voor het aantrekken van talent het niet makkelijker zal worden. Die war for talent zal blijven, want de jobmobiliteit staat historisch laag. Dus we zullen meer efforts moeten doen om echt talent aan te trekken. Nu, wat bleek ook uit die bevraging? Dat is dat 18% van de bevraagde werknemers vreest zijn of haar job te verliezen door de coronacrisis. En omdat de contacten tussen werknemers en leidinggevenden vooral digitaal zijn gebeurd, heeft slechts 28% aangegeven in gesprek te zijn gegaan met zijn leidinggevende over wat er na de crisis zal volgen. En daar kunnen we toch echt wel de raad mee geven, want dat is een heel belangrijke, ook naar jullie employer branding toe. Ga in dialoog met de werknemers, bied hen antwoorden op hun vragen. En sommige van ga je geen zekerheden kunnen bieden, maar praat er wel over. Zeker ook naar toekomstperspectieven. Je zal werknemers gehad hebben die aan het wachten waren op een loonsopslag of op een promotie. Die hebben er het alle begrip voor dat op vandaag niet van toepassing zal zijn. Maar communiceer wel duidelijk wanneer zij dit wel mogen verwachten. Het is zeer belangrijk om ook sterk in te zetten op het behouden van jullie talent. Nu, als we kijken naar de toekomst van die jobmobiliteit en wat de bevraagde ondernemingen denken hoe deze zal evolueren, geeft 53% aan dat het even moeilijk zal blijven om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken. Dat is eigenlijk ook wat arbeidseconoom Stijn Baert meerdere malen al heeft aangegeven. We zitten in België met een fundamenteel probleem van mismatch. Ja, er zullen ongetwijfeld heel wat werkzoekenden bijkomen. Er zullen mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Maar de vraag blijft, welk soort profiel dit zullen zijn. En veelal hebben zij niet de juiste vaardigheden en de juiste kennis om vacatures in te vullen, om specifieke vacatures in te vullen. Er zullen nog steeds knelpuntberoepen bestaan. Eventueel zullen enkele knelpuntberoepen verdwijnen. Maar het is duidelijk, het gaat nog steeds moeilijk blijven om talent aan te trekken. Zeker voor hooggekwalificeerd personeel. Terug, de war for talent gaat dus zeker niet gaan liggen en zal door de jobimmobiliteit mogelijk alleen maar moeilijker worden. Nu, wat kunnen we wel meegeven en kom daar ook mee naar buiten? Ik heb het daarnet ook al aangegeven. Kandidaten gaan op zoek naar jobzekerheid en standvaste organisaties. Als het een tip kan zijn, kom daarmee naar buiten. Ik denk persoonlijk, of wij denken toch persoonlijk, dat voedingsbedrijven, of bedrijven actief in de voedingssector of in die essentiële sector, het op vandaag mogelijk zelf iets makkelijker gaan hebben, omdat zij toch wel bewezen hebben dat zij een bepaalde standvastigheid en zekerheid kunnen aanbieden. Nu, we hebben ook even gekeken van via welke kanalen ga je op vandaag gaan recruteren. Denk dat er een aantal zijn die zeer voor de hand liggend zijn, zoals jobsites, de klassieke jobboards. Professioneel netwerk zelf.
werving en selectie- of uitzendkantoren. Wat merken we wel, en eigenlijk had ik daar net wel dieper moeten op ingaan, maar er wordt wel minder beroep gedaan op werving- en selectiekantoren op vandaag. Ik denk dat dat veelal zal zijn om de kosten te drukken. Maar als we kijken naar het aantal vacatures die gepubliceerd zijn, zie je wel een sterke stijging door directe werkgevers en een daling door intermediaire kantoren. Wat zien we op vandaag ook? Social media recruitment wint aan belang. Jobbeurzen zullen eigenlijk steeds minder belang of steeds minder toegevoegde waarde kunnen bieden. We zitten in een digitaal tijdperk daarvoor. Als we kijken naar de bevraging ook, 72% van de bevragen beschikt reeds over een dedicated pagina op de website, een werken bij pagina. Dat is goed, maar op zich zou je wel verwachten dat eigenlijk iedereen dit heeft. Het biedt toch al heel wat meer informatie naar de kandidaten die hun onderzoek doen. Dus zeker voor de bedrijven die dat nog niet hebben, werk daaraan en kom daar ook mee naar buiten als werkgever. 57% doet reeds doelgerichte recrutering via social media campagnes. En ook 57% zal dit uitbesteden aan derden. Nu, wat kan onze tip hierin zijn? Maak op vandaag zeker gebruik van die social media. Waarom? Wat is gebleken? Zeker als je kijkt naar Facebook en Instagram, behoort ook dezelfde groep. Heel wat bedrijven hebben tijdens corona hun marketingcampagnes stilgezet. Het is eigenlijk al gebleken, uit voorgaande crisis ook, dat dat niet het slimste plan is, maar cash is king. En het was onmiddellijk de bedoeling om zoveel mogelijk te besparen. Nu, dat maakt wel dat het goedkoper is geworden om te gaan adverteren op social media. Dus je hebt onmiddellijk een groter bereik met een veel lager budget. Wat merken ze nog? Het aantal specifieke zoekopdrachten is gedaald. Terug kunnen we dit linken aan die jobmobiliteit. Mensen zijn niet per se op zoek nu naar een nieuwe job. Tenzij dat ze echt met een onzekere situatie zitten. Maar wat blijkt wel? Als bepaalde items of vacatures gepusht worden naar de mensen, en dus ze gaan er niet specifiek naar op zoek, maar zien het passeren in de feed, is de doorklikratio gestegen. Dus wat kan je daaruit concluderen? Dat je op vandaag meer tractie hebt door op sociale media in te zetten of op digitale kanaal dan ten opzichte van die klassieke jobboards. Ik ga nu het woord laten aan Alexander. Dat was mijn stuk over echt die vacaturemarkt en wat we ervan mogen verwachten. Moesten er nog vragen zijn, kan je die zeker stellen. En Alexander zal dieper ingaan op employer branding. Yes. Employer branding, een begrip die heel veel mensen kennen en die veelal te pas en te onpas wordt gebruikt. Nu, het communiceren van je werkgeversimago, je employer brand, is zeer belangrijk. Dat gaat van kleine zaken tot grote zaken. Nu, wat is er belangrijk om mee te geven? Heel wat bedrijven investeren voor de crisis in hun employer brand, maar je communicatie valt op vandaag stel. En eigenlijk is onze tip ook, vergeet deze niet uit het oog in de huidige tijd. Het is van cruciaal belang dat je medewerkers zich verbonden blijven voelen. En om van jouw medewerkers ambassadeurs te maken en te behouden, moeten medewerkers ook weten waar het bedrijf naartoe wil, waarom en hoe dat gebeurt. Wij hebben dan ook nagegaan hoe belangrijk vinden eigenlijk de Vlaamse bedrijven employer branding, omdat dat soms moeilijk is om daar effectief in de vinger aan de pols te houden. Nu, een verrassend antwoord, eigenlijk 8 op 10 is de waarde die bedrijven geven aan employer branding. Als we daar dan verder in gaan, van waar kan je het allemaal inschakelen, want het gaat natuurlijk veel verder dan puur talent gaan aantrekken, moeten we eigenlijk gaan stilstaan bij de candidate experience. We geven dat mee omdat dat iets is die zeker nu, waar dat er heel wat mensen beschikbaar komen of contracten ook worden stopgezet, dat eigenlijk die ganse cycle belangrijk is. Ook om net het verschil te maken met collega's, met nabijgelegen bedrijven, om bij de onboarding
daar allemaal stil bij te staan. Wat zijn nu die verschillende fasen, is effectief het researcher gegeven. Daar focussen wij ons zeer sterk op vanuit Tomorrow. En je ziet eigenlijk die mindshift bij mensen die we jaren geleden bij e-commerce hebben gezien, waarbij dat mensen op zoek gaan zelf naar reviews over producten, zelf op zoek gaan om die te gaan kopen. De kracht van een verkoper is gedaald doorheen de tijd binnen e-commerce. Eigenlijk in de 7 jaar recrutering dat ik heb gedaan, zeggen die shift ook. Waar dat vroeger mensen heel tevreden waren met een telefoontje van een intermediair, zie je bij de jonge generaties, bij Generation Z, bij millennials, eerder diezelfde mindset waar ze zelf op zoek gaan naar gegevens en inzichten over bedrijven. Ze gaan zelf op zoek naar reviews. Dat verklaart ook de groei van een Glassdoor, die reviews centraliseert van bedrijven. Mensen willen zien hoe het op die werkplek is, alvorens ze solliciteren. Dat speelt zeker met het employer branding gegeven. Bepaal wat bij jou die USP's zijn en toon die. Zodat mensen al weten als ze solliciteren, en dan gaan we eigenlijk naar de applicant fase, bij wie dat ze precies solliciteren. Heel veel bedrijven maken het te weinig persoonlijk. En mensen willen zich identificeren met mensen. Mensen kopen van mensen, maar mensen solliciteren ook bij mensen. Kleine zaken zoals de HR-manager met e-mail en telefoon het persoonlijk op die werken bijpagina vermelden, zien wij, heeft al een positieve invloed. Het is toegankelijker om vragen te stellen. En als men dan solliciteert, zoals gezegd, zien we veel werken bijpagina's, employer branding platformen die naar boven komen. Heel veel bedrijven investeren daarin, omdat die kost redelijk laag is. Maar men vergeet soms, het belangrijkste is om de vacature kwalitatief te maken. En daar zien we al een groot probleem met veel vacatures die anoniem zijn op jobboards. Geef zoveel mogelijk informatie mee op een beknopte wijze. De mensen inderdaad weten van oké, aan wat mag ik mij concreet verwachten. Geef in die fase ook mee, als ze solliciteren, wat de volgende stappen zijn. Zo weten personen ook wanneer komt feedback, wanneer zal er een interview zijn. Zeker nu met het remote aanwerven, alles kan per video. Geef mooi de stappen mee van het eerste gesprek is per video met die persoon, daarna volgt dat. En een belangrijke tip, doe wat je zegt en zeg ook wat je doet. Wat zien we in die candidate experience? Dat heel vaak feedback uitblijft. Wij hebben soms mensen die binnen 2 dagen solliciteren. En bedrijven gaan soms pas na 1 of 2 weken feedback geven. Dat is te laat. Zeker nu, waar vertellen blijft. Voor bepaalde profielen, geef spoedig feedback. Wees open en transparant. Als de persoon dan effectief aan boord komt, zit die uiteraard ook met heel wat vragen. We hebben dat zelf ook gehad met enkele stagiairs die bij ons gestart zijn. Wanneer moeten ze naar kantoor komen? Je moet afgestemd worden met het school wat hun regels zijn. Hoe wordt er gewerkt? Hoe wordt er afgestemd? Wat zijn uiteindelijk, ik zie ook net een vraag binnenkomen van Veerle. De presentatie zal zeker gedeeld worden, dus die komt zeker jullie richting uit. Wat is belangrijk als mensen starten, is om inderdaad mee te geven van kijk, wat hebben wij gedaan? Wij hebben een onboarding call gedaan. We hebben met een live video een walkthrough gedaan waar wij met ons kantoor zitten. En we hebben meegegeven van kijk, elke morgen doen wij een check-in. Laat ons doorheen de dag weten hoe alles loopt. Eén keer per week doen wij ook effectief een meeting, hoe die persoon zich bij de huidige taken voelt en opvolging. En dan gaan we uiteraard op een verantwoorde social distancing manier het virtuele pintje hebben we in het begin gedaan, maar nu op kantoor ook effectief 2 keer per week afspreken. Geef dat mee. Als je iemand vast aanwerft, zit hij uiteraard met vragen. Mijn auto bijvoorbeeld, waar haal ik die op? Of kan ik die ophalen? Mijn laptop, hoe zit dat? Stem dat allemaal af. Ook als je met externe recruiters werkt, stel een soort van frequently asked questions op, dat de recruiter ook aan die kandidaat direct kan antwoorden. Zonder dat die telkens moet zijn, ik moet dat met het bedrijf afstemmen. Dus bereid dat allemaal zoveel mogelijk voor. We zijn digitaal, we zijn online, het gaat snel, maar hou daar ook rekening mee en je kent het experience. Eenmaal mensen aan boord zijn, en zoals Gauthier daarnet ook zei,
werknemers hopen soms op een loonopslag, op een promotie. Dat valt nu misschien in duigen, puur economisch gezien, of ook puur omdat communicatie stilvalt of dat het nu niet aan de orde is. Zorg dat je mensen daarin blijft betrekken. Die betrokkenheid is superbelangrijk, want wat voelen wij, en ik zie dat ook in mijn eigen omgeving. Ja, ik heb vrienden die een werknemer één keer per week horen en eigenlijk helemaal niet weten what's going on. Dan heb je andere mensen die kleine dingen, een opkikkertje ontvangen thuis, die iets klein en zeer banaal, maar die zijn van, amai, mijn werknemer denkt aan mij en ik zit er inderdaad thuis. Het zijn allemaal zaken om eigenlijk rekening mee te houden. En last but not least, ja, deliver. Heel veel mensen gaan uiteraard vandaag de dag beschikbaar komen, gewild of ongewild. Dat zijn de grootste ambassadeurs. Heel veel bedrijven vergeten soms het belang van exit-strategie. Wanneer gaan mensen contact opnemen met een werknemer of een ex-werknemer als ze daar willen solliciteren? En soms is het makkelijker om een ex-werknemer een keer een belletje te geven. Wij zien dat ook, dat dat heel veel gebeurt. Om te luisteren van, ja, hoe is het daar om daar te werken? Nu, als je in goede orde afscheid hebt genomen, zijn de mensen veelal veel positiever. Als ook als het in het kader van de coronacrisis is, ja, brief open, eerlijk, transparant, oprecht, wat de situatie is, en wees to the point, en zorg vooral op een one-on-one gesprek, dat mooi ja, gecommuniceerd is. Wat zien we ook? Dat heel wat, en vooral eigenlijk in Amerika op vandaag, wat een trend is, zijn eigenlijk de lay-off lists. Wat is dat? Bijvoorbeeld een Airbnb, een Uber, grote techbedrijven, ja, hebben honderden mensen of contracten stopgezet. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben eigenlijk een soort van database gemaakt die openlijk toegankelijk is, met alle gegevens van de mensen die ze stopgezet hebben, met de skillset. Er zijn bijvoorbeeld heel veel IT-developers. Dat is zeer interessant voor natuurlijk mensen die dergelijke profielen zoeken, die bij beloftevolle scale-ups hebben gewerkt. In België, Europa, zien we dat minder op vandaag, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat ook gaan zien bij bepaalde, ja, ontslagrondes, dat mensen eigenlijk hun werknemers in de kijker willen zetten van, kijk, deze mensen zijn beschikbaar, contacteer ze zoveel mogelijk om dat ook te bevorderen en de werknemers te helpen aan die nieuwe job. Dus zoals Gauthier ook zei, heel belangrijk, ja, de talentvijver is klein en beperkt, maar die wordt nu uitgebreid met interessante vissen, om het zo te zeggen. Dus zoals bij de financiële crisis, mensen die zijn blijven investeren in mensen en talent, kwamen er ook sterker uit. Dus we zijn ervan overtuigd dat bepaalde profielen ook of vacatures sneller ingevuld zullen geraken. Kleine slide dat ik altijd graag meegeef, overzicht van Indeed. Omdat mensen die vaak aanwerven aan de kant zitten van, ja, we vinden niemand enzovoort. Totdat je iemand hebt in je eigen dichte omgeving, vrienden, familie die solliciteren, dat je eigenlijk stilstaat van, ja, eigenlijk is dat wel een zeer stresserend gegeven om te solliciteren. En hier zie je eigenlijk wanneer kandidaten angstig worden of onzeker worden doorheen het sollicitatieproces. In het begin even onzekerheid cv sturen. Oké, er is een trigger. En daar speelt online en social media en die awareness een zeer belangrijke rol. Passeer top of mind bij mensen om mensen hem vooroordelen over bedrijven. Als ze dan een kijkje in het bedrijf hebben en de mensen ontmoeten, gaat dat die angst wegnemen om te solliciteren. Ga je sneller een cv ontvangen. En dan zie je ene keer dat men in contact is en net gesolliciteerd heeft, dat er heel veel onzekerheid optreedt. Ja, ik krijg geen feedback, ik hoor niets, hoe zit dat? Ja, ik zie dat er nog heel veel kandidaten op gesolliciteerd hebben. En eigenlijk tot na de selectie, en als het geclosed is, valt die onzekerheid weer weg. Grote tip vanuit onze recruteringsachtergrond, zorg dat je genoeg touchpoints hebt tussen de apply-fase en de closing-fase, want daar gaan 1 op 2, zelfs 2 op 3... sollicitatiefases of sollicitanten verloren, omdat er gewoon veel te weinig contact is. Als je geen feedback geeft, ja, dan hebben mensen al zoiets, ja, laat staan, als ik daar werk, hoe gaat die communicatie niet zijn? En dat hebben wij bij heel veel kandidaten gezien, tientallen kandidaten, dat het daar vaak misloopt. Nu, recruitment marketing, combinatie de brug tussen marketing en HR. Het belang van employer branding, wat zien we, is voornamelijk in deze tijden online employer branding. Zoals je zegt, veel bedrijven hebben geïnvesteerd in een employer brand voorheen de crisis.
logisch en begrijpelijk dat budgetten daar geschrapt worden of beperkt worden. Maar er zijn superveel opportuniteiten om het net niet stil te leggen. Als we kijken naar online, wat zien wij in eigenlijk campagnes dat wij aan het doen zijn voor onze klanten? De awarenessfase, waar we dus in verschijnen bij potentiële kandidaten en de juiste doelgroep, is er een veel lagere CPC, kost per klik. Wil zeggen dat je veel minder betaalt voor elke klik die doorgaat op je advertenties. Wat zien wij bij de kost per duizend, dus de CPM, kost per miljoen, kost per duizend kandidaten die we bereiken, is heel wat lager. En eigenlijk voor hetzelfde budget, voorheen corona, bereiken wij op vandaag op onze campagnes tot 5 keer zoveel mensen. Dus het bereik is van 2 tot 5 keer, als het zelfs niet meer is, groter, om mensen te gaan bereiken voor hetzelfde budget. Wat het zeer interessant maakt om in te zetten op online en advertenties. Zitten we in de interessefase, wat merken we daar? Ja, er zijn iets minder kandidaten op zoek. Passief zoekenden van 62% naar 50%. Nu, ik zie dat omgekeerd. Dat blijft nog altijd 1 op 2 kandidaten die aan het werk zijn, die uitkijken. Dus dat is nog altijd zeer veel. En wat zien we daar? Ja, er zijn minder vacatures. Dus er zijn minder lopende zoekopdrachten en advertenties. Dus de zichtbaarheid is veel groter. De reach, de impressies zijn veel groter. Het bereik is groter, maar de doorklik is ook groter. En dan komen we bij inderdaad de kandidaten die effectief hun interesse uiten en solliciteren. Of wij zien dat al in de doorklik naar landingspagina's, die is bijna ook dubbel zo groot. Dat we zien dat dus het resultaat ook heel wat positiever is met het doorklikratio die tot 2 maal groter is. Er zijn minder vacatures online, er zijn minder sollicitaties. Dus oké, zet in op advertenties, zet in op online social media en andere digitale kanalen, want je bent gewoon veel visibeler. Je wordt weer gezien als je openstaande vacatures hebt. Nu, employer branding, wat is een trend die we heel kort zien? Dat is eigenlijk een trend uit een studie van LinkedIn. Ook daar weer het empathische, het oprechte. Het is een van de zaken ook van het oprichten van Tomorrow in beginfase. We zien heel veel employer branding. Wij zijn de beste werkgever, de meest aantrekkelijke werkgever. Mensen doorprikken dat. Mensen voelen en zien die marketingtalk. Hou het oprecht. Dat is ook waar we achter staan met onze video's. Wij tonen echte gezichten, wij tonen echte situaties, echte verhalen. Toon wat de situatie is. Heb je moeilijkheden? Spreek daarover met potentiële kandidaten en je huidige mensen. Wees empathisch. En wat we zien, dat heel veel bedrijven dan eigenlijk in die employer branding, die empathische employer branding, op de kar gesprongen zijn om te beginnen communiceren via social media, via LinkedIn. De algemene trend is dat heel veel bedrijven weinig aan thought leadership doen en branding op LinkedIn. Heel veel bedrijven hebben wel gezien dat engagement super groot is op LinkedIn over alles wat te maken heeft met corona. Dus blijf communiceren, zorg dat je aanwezig bent, dat je ook meegaat in die communicatie. En uit de studie van LinkedIn blijkt dat engagement ook een heel, heel stuk groter is. Dat wordt veel meer becommentarieerd, wordt veel meer geliked, gedeeld. Het menselijke aspect en het empathische staat centraal. Dus tips daarbij, hou het eerlijk en authentiek. Authentiek, vaag begrip, maar ik wil het vooral dan focussen op het oprechte binnen het authentieke. Zet je mensen eerst, toon dat je begrip hebt voor huidige situaties, over de moeite van remote werken en de combinatie met schoolgaande kinderen. Heb daar begrip voor als werkgever, dan ga je dubbel zo sterk uit de coronacrisis komen, want de mensen ga je blijven nodig hebben en 1 op 2 blijft passief uitkijkend. Dus hou die verbondenheid met je werknemers. Vertel echte verhalen en toon cultuur, collega's. Laat dat zeker niet achterwege. Nu, in onze enquête hebben we ook heel concreet eigenlijk nagegaan van wat is nu de impact op het budget voor employer branding. Wat zien we daar? En opmerkelijk, zoals gezegd, meer dan 1 op 2 van de bedrijven wacht af. Communicatie valt stil. We hebben dat ook gezien met 10-tal campagnes die we eigenlijk gingen opstarten net voor corona. Het volledige social media recruitment van campagnes die we geproduceerd hebben. De bedrijven reageren van, wacht, ja, we gaan het stopzetten. We hebben mensen op economisch en technisch werkloos gezet. Ja, we kunnen het toch niet maken om nu vacatures te gaan lanceren of heel actief te zijn.
alle begrip klopt ook ergens, maar daarvoor hoef je niet je volledige communicatie stil te leggen. Wat zien we ook, dat 1 op 4 de budgetten gaat terugschroeven en dat er eigenlijk ook nog heel veel bedrijven zijn, bijna 20%, die daar niet mee bezig zijn of nog niet mee bezig. Dus dan zitten wij natuurlijk met de vraag van, wat zijn dan die grootste uitdagingen om er niet mee aan de slag te gaan? Waarmee struggelen bedrijven in die volledige communicatie van het werkgeversimago? En dan zien we eigenlijk heel duidelijk dat het vooral het produceren van content is en die online positionering als aantrekkelijke werkgever. Wat kunnen we daarbij meegeven? Er wordt daar ook heel veel strategisch rond gebouwd, rond employer branding, DNA-bepaling, EVP-bepaling en een volledige uittekening. Nu, wat je ook kunt doen, is puur werken vanuit vacatureniveau. Job branding. Eigenlijk, waarom is functie X bij u als bedrijf interessanter dan diezelfde functie bij het bedrijf naast u of een collega? Wat maakt het verschil tussen bijvoorbeeld een office manager in uw kantoor die ook een stukje social media gaat doen en een office manager bij een concurrerend bedrijf die bijvoorbeeld enkel puur administratief en operationeel werkt? Zet dat in de kijker. Dat zijn kleine zaken die eigenlijk jouw online positionering al gaan bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven. En die communicatie kost ook niets, om het zo te zeggen. Nu, als we dit zo behartigen, spreken we meer van recruitment marketing, dus marketingtechnieken inzetten om talent aan te trekken. We waren dan ook heel benieuwd. Wij gaan eigenlijk multichannel op alle kanalen gaan inzetten, afhankelijk uiteraard van doelgroep. Ene kanaal heeft zijn voordelen ten opzichte van het andere. Maar we zien dat eigenlijk 90% van de bevraagde bedrijven LinkedIn inzetten. LinkedIn, zeer interessant, het meest professioneel netwerk, B2B, heel wat personal branding, thought leadership en één groot voordeel met advertenties, je kan zeer gericht te werk gaan. Het meest gedetailleerd kan je advertenties opzetten tot op jobtitelniveau, aantal jaar ervaring enzovoort. Maar er hangt ook een prijskaartje aan vast die 3-4 keer duurder is dan andere kanalen. Dus een tip hierbij is, vergeet zeker Facebook en Instagram niet om die awareness, het bereik, te gaan vergroten. Want op vandaag kan je voor nog geen 50 euro meer dan 10.000 mensen bereiken. En die 10.000 mensen kan je eigenlijk ook gaan bereiken op online gedrag, interesses, betrokkenheid naar websites, groepen enzovoort. En wat zien wij als wij campagnes lanceren, multichannel, dat wij veelal binnen de week zeer gerichte kandidaten hebben die solliciteren. Welke middelen zetten bedrijven voornamelijk in? Gauthier gaf het al mee. Heel wat bedrijven zetten in op een landingspagina of een werkenbijpagina. Nu, dat zijn uiteraard ook heel veel bedrijven die eigenlijk gewoon een pagina hebben met vacatures. Nu, wat is daar altijd een uitroepteken bij, is heel veel bedrijven doen daar niets mee. Dus dat is goed, maar als er niemand op terechtkomt, dus meet dat ook om te weten hoeveel mensen daar komen. Analyseer ook wat het surfgedrag op die pagina is. Er zijn daar verschillende tools voor. Maar je zijn natuurlijk niets met een landingspagina als er niemand op terechtkomt. Dus het is heel belangrijk om die ook in de markt te zetten en te verspreiden. En het is belangrijk, zoals gezegd, want daar zien wij meer dan 70% van de gevallen dat de kwaliteit van de vacature op zich niet goed is. Men investeert in een mooie pagina, leuke foto's, maar eigenlijk naar jobinhoud of wat er verwacht wordt, werkt men vanuit een template en heeft dat niet echt een meerwaarde. Wat we ook zien, heel veel bedrijven, 40% wat veel is, heeft een applicant tracking system. Allemaal zeer goed en wel, maar dat gaat niet de oplossing bieden om talent aan te trekken. Want wat zien we daar? Goede systemen om eigenlijk een kandidatendatabase bij te houden. Maar het cv is verplicht en er moeten 10 formulieren ingevuld worden. Dus wat als je op de trein zit en je wilt solliciteren, cv verplicht, komt niet door, gaat niet, niet bij de hand, lukt niet, laat maar zitten. En wat zien wij daar ook in campagnes dat wij doen, dat eigenlijk 85% van de sollicitanten mobiel solliciteert. Houd dat zo licht mogelijk. Zorg dat je de contactgegevens hebt, marketingprincipe, een naam, een e-mail, desnoods een telefoonnummer.
zoek die kandidaat eventjes op, interessant profiel. Indien niet, geef sowieso feedback. Als die kandidaat nooit iets hoort, is naar ambassadeurschap vrij negatief. Contacteer die persoon. Voel al eens hoe die telefoon opneemt, hoe die in interactie gaat met u en vraag het cv op. En daar zien wij al een win ten opzichte van heel veel campagnes. Dat is, laat het cv achterwege, vraag desnoods het LinkedIn-profiel. Maar 90% solliciteert mobiel en heeft het gewoon niet bij de hand. Nu, hoe ga je uiteindelijk een oplossing bieden waar dat we zien dat heel wat kandidaten vragen hebben en het sollicitatieproces willen versnellen? Is inderdaad om eigenlijk je campagne te gaan versterken met video. Nu, met video kan je heel veel doen. Wij merken in de bevraging, we hebben daar ook op gefocust, wat de uitdagingen zijn voor video. Nu, het allerbelangrijkste wat wij eens wouden weten is van goed, Vlaamse bedrijven, in welke mate geloven zij eigenlijk in video voor HR? En dan merken we dat de waardering dat zij geven aan het belang van videomarketing 8,5/10 is. Dus eigenlijk iets hoger dan employer branding. Nu, als conclusie, duidelijk, iedereen vindt employer branding belangrijk en vindt videomarketing belangrijk. Nu, wat is het voordeel van videomarketing? Meer dan 70% van het video van het internetverkeer is video. Nu, dat heeft uiteraard te maken, ook YouTube is gigantisch hoeveel miljoen video's per minuut bekeken worden. Over in het ganse internet zijn er studies en meer dan 70% van het internetverkeer is effectief video. Uit onderzoek blijkt dat volgend jaar dat ook met meer dan 10% zal stijgen. Dat merken wij ook in de ranking, zowel op LinkedIn en Facebook. We hebben ook een test gedaan met een communicatievideo. Engagement, veel groter bereik, veel groter simpele communicatievideo in plaats van een post op social. Dat wordt in de algoritmes gepusht. Ook in Google is dat sinds kort, als je iets opzoekt. Google, nummer 1 zoekmachine. YouTube, nummer 2 zoekmachine. Als je iets opzoekt van hoe moet ik iets doen. Eerste resultaten zijn allemaal video. Ook bij jobs, met Google for Jobs, had 1 naast het belang of de kwaliteit van jouw vacature, had ook video gepusht worden. Men merkt in de zoektermen van Google dat als men een job zoekt of een bedrijf zoekt, dat er 30% meer het woord video aan toegevoegd wordt. En bij de Generation Z, in 2024-2025, zal dat een heel groot deel van de arbeidsmarkt uitmaken, is 90% van de interactiviteit video. Mensen die kinderen hebben, zullen dat ook merken. Zij zitten continu op YouTube, TikTok enzovoort. En dat is ook omdat die algoritmes of de technologie daarachter ook telkens bevorderen dat video alsmaar sneller speelt. Dat is een van de succeszaken van TikTok. Technologie daarachter. Hoe snel het laat, er is quasi geen laadtijd meer. Dus video wordt alsmaar belangrijker. Blijf niet achter, zet in op video. Ook al is het een eigen do-it-yourself video. Je kan eigenlijk zeer budgetvriendelijk met video werken. Nu, welk soort van video's gebruiken HR-managers en zaakvoerders? Heel duidelijk, 1/3 video's waar de werkplek getoond wordt. Nu, 1/3 is nog altijd niet zoveel. Er worden ook meerdere antwoorden mogelijk. Je ziet dat evenveel mensen nog geen gebruik maken van video. Dus als je al zelf het verschil wil maken, zet in op video. Testimonials, naar inderdaad, video wordt op vandaag voornamelijk in sales ingezet. Vergeet het niet in recrutering, want het maakt effectief wel een verschil. Testimonials, ook van mensen die aan boord zijn gekomen. Mensen die, die een bepaalde opleiding hebben kunnen volgen enzovoort. Communicatie, executive communication, interne communicatie. Zeker nu met het remote werken, met 1 video, kan je een persoonlijke boodschap geven en geef je eigenlijk een gezicht aan je communicatie. Wij waren uiteraard ook benieuwd als video marketing agency, waar denk je dat je video zou willen inzetten voor HR of wat de grootste meerwaarde zou zijn? En dan zie je dat 7 op de 10 spreekt over video's waar de werkplek wordt vertoond.
en bijna evenveel over videovacatures. Maar in de vorige slide zeg je dat slechts heel weinig mensen 17% inzetten op videovacatures, maar 70% bijna is overtuigd van de kracht van videovacatures. Testimonials winnen ook aan belang en je ziet in het algemeen geheel dat heel wat bedrijven meer willen inzetten op video. Nu, wat is het voordeel van videomarketing? En misschien om dat ook eventjes toe te leggen, wat merken wij met onze videovacatures en recruitmentcampagnes? Dat vacatures gemiddeld binnen de 4 weken worden ingevuld, wat bij klassieke recrutering vaak 6 weken à 8 weken is. En wat bevestigen klanten? Dat eigenlijk de instroom zeer gericht is. Mensen zijn beter geïnformeerd. Wat zien we? Dat bij bedrijven in klassieke sollicitaties... Mensen zien pas bijvoorbeeld een zaakvoerder in de 3e ronde en ja, het buikgevoel, de klik, een van de allerbelangrijkste zaken wanneer mensen overgaan om het beslissen om te starten bij het bedrijf, ja, gebeurt pas in de 3e fase, waar de mensen zeggen, oef, bij die persoon wil ik niet werken, of net wel aangetrokken zijn. Wel, in een video kunnen mensen al voelen hoe de collega's zullen zijn, hoe de zaakvoerder is. En wat zien we? Dat eigenlijk die instroom matcht... Waarbij dat onze klanten ook zeggen van ja, 2 zaken moeten we afstemmen. Intrinsieke motivatie, ja, logisch, en dat is heel moeilijk te meten. En het salarisniveau. Wij zijn zelfs ook van om dat allemaal mee te geven. Weinig bedrijven staan daarvoor open. Maar eigenlijk stem je dan al 90% van de belangrijkste zaken af. Want job-inhoud op basis van CV en eerste gesprek is sowieso gedubbelcheckt. Maar de cultural fit is er. En als je weet dat 1 op 2 mensen een bedrijf binnen de 6 maanden verlaten, omwille van die cultuur en dat ze pas na opstart alles zien, ja, zet video in om daar al op in te spelen en die mismatch te verkleinen. Wij zien bij de kandidaten die 6 maanden aan de slag zijn, dat eigenlijk iedereen nog aan boord is. Dus videomarketing, conclusie, hebt een groter bereik, conversie is hoger van video en het engagement. Dus het liken, het sharen, de interactie is gewoon hoger. Je geeft je boodschap uiteraard een gezicht. Het is persoonlijk. Mensen kopen van mensen, maar mensen solliciteren ook bij mensen. Het is tijdloos. Je kan een video blijven inzetten. Je kan het omni- of multichannel inzetten. Pas formaten ook aan. Op een Instagram, zodat je een square video hebt of een verticaal formaat. Blijkbaar in de US is er ook een studie geweest naar het succes van verticale formaten. Alles wordt verticaal. Laten we eerlijk zijn, we scrollen 90% doorheen social media via je gsm. Het is de internetactiviteit bij uitstek. We zien dat zeker bij jonge generaties, maar we zien dat ook bij babyboomers eigenlijk doorheen alle generaties. Het geeft een identificatie en het behoudt betrokkenheid. 7 takeaways. Ik zie dat we perfect on time zijn. Dus ik heb 7 minuten om 7 takeaways te geven. Boodschap nummer 1, blijf in beeld. Zorg dat je communicatie niet stilvalt. Zij het letterlijk in beeld via video of niet, maar zorg dat je gewoon blijft communiceren op social media. Zorg dat je niet stilvalt. Het geeft een competitief voordeel. Het geeft ook een voordeel om talent aan te trekken. Er komt veel talent beschikbaar. Talent waarnaar je misschien lang op zoek was. Dus zorg dat je top of mind bent en in de schijnwerper komt te staan. Wees transparant, oprecht, eerlijk. Zowel naar je huidige mensen die momenteel thuis aan het werken zijn. Dat ze weten van wat gebeurt er en waarom en welke richting gaan we uit. Blijf communiceren. Verlies je werkgeversimago niet uit het oog. En dat is dan vooral eigenlijk ja, naar de bedrijven die daar heel veel in geïnvesteerd hebben. Die daar heel veel energie hebben ingestoken. Zorg dat het gewoon niet stilvalt. Of het voelt als herstarten en het zal nog meer energie kosten. Creëer een talentpool. Wat merken wij ook? Wij zetten zelf ook in op ons eigen werkgeversimago en branding. Wij krijgen spontane sollicitaties. Wij blijven ook in contact met die mensen. En dat zijn mensen die ook engagement creëren op onze social media kanalen. Dat zijn mensen die na 2 maanden solliciteren, waar we ook meegeven van, kijk, op vandaag geen openstaande positie. Maar waarmee dat we in contact blijven, waarmee dat we een keer LinkedIn-berichten sturen, een keer bellen. Creëer die talentpool, blijf in contact. Want op het moment dat je mensen gaan nodig hebben omwille van hergroei, of nieuwe uitdagingen, dan heb je al x aantal kandidaten achter de hand. Het is het moment om tijd te nemen om je candidate experience
een keer uit te schrijven, een keer te optimaliseren. Waar kan je beter communiceren? Waar kan je video inzetten? Wat kan je optimaliseren zodat mensen een goede beleving hebben? Doorloop die zelf eens. Nu is het tijd om dergelijke zaken, of nu heb je misschien de tijd om dergelijke zaken op punt te zetten. Wees oprecht en empathisch. Toon begrip naar je werknemers als ook naar nieuwe werknemers. En ja, sla de brug tussen marketing en recruitment in de zin van gebruik marketingtechnieken voor HR-doeleinden om talent aan te trekken, te behouden, te communiceren. Want die shift die we hebben gezien in e-commerce zien we zeer, zeer, zeer sterk bij kandidaten. Wij babbelen ook vaak met de doelgroep, met jonge mensen en die bevestigen ook echt wel van wij gaan niet naar een jobboard per se op zoek gaan via gespecialiseerde sites. Nee, wij zien wat passeert op onze social media en daar sturen wij ons cv. En als er een video bij zit, zijn we des te meer overtuigd. Dus om klaar te zijn voor morgen met een leuke link naar onze naam zetten op videomarketing. Wat doen wij? Wij brengen jobs en bedrijven tot leven op social media. Als jullie vragen hebben, ik zie dat de vragen beperkt zijn in de chat. Als er nog vragen zijn, shoot. Als jullie ondersteuning nodig hebben in recruteringsstrategie, communicatiestrategie, online positionering, plan gerust een videocall met ons in. We zijn ter beschikking. Wij gaan ook onze whitepaper lanceren over het onderzoek met alle resultaten. We voorzien dat die ergens volgende week online komt. Presentatie en opname wordt ook met jullie gedeeld. Dus geniet nog van jullie werkdag. En als er geen verdere vragen zijn, dan bedank ik jullie voor jullie aanwezigheid. Dank u wel.